Ik had inleverweek en dat betekent dat je alles wat je hebt gemaakt of nog moet maken ook in moet leveren. En dat staat weer gelijk aan heel veel stress, rennen, springen en vliegen. Blokken, heel lang werken en echt hopen dat je alles op tijd inlevert. En daarom besloot ik de afgelopen 2-3 weken even iets meer tijd aan school te besteden dan aan YouTube. Maar nu is inleverweek voorbij, dus ik kan weer volop video's maken en dat is precies wat we vandaag gaan doen. Weet je, misschien Ilse, moet je ook nog even hoi zeggen. Hoi, mijn naam is Ilse. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En omdat ik 2 of 3 weken een video heb geüpload met wat meiden denken als ze ongesteld zijn en die ongelooflijk goed is gegaan en jullie het ongelooflijk leuk vonden, dacht ik, we maken een vervolg. Vervolg, Ilse. Praten is moeilijk. Daarom heb ik voor jullie in deze video een wat meiden denken voor de spiegel. Er zijn namelijk een paar dingen waarvan ik zeker weet dat ik niet de enige ben die dat denkt. Dus mocht je iets herkennen, laat het dan eventjes weten door middel van een duimpje omhoog. Vergeet je niet om mijn kanaal te abonneren. Iets leuks en vrolijks in de reacties te laten. En let's go! Daar mogen we wel wat aan doen, Niels. Is het altijd zo erg? Die presentatie vanmiddag, die gaan wij goed doen, hè? Oh, oké. Okay. Oh ja. Oef. Oh. Dat is Monday, Jos. Dat is oké. Dat is beter. naar. In mijn mond. Dankjewel voor jullie aandacht. Zijn er nog vragen? Dit wordt echt 3 keer niks. Waarom is het zo kaal? En daar! Praat niet zo snel, man. Je hoeft geen trein te halen. Ochtend. Top, niks meer aan doen.